Hey, jongens en meiden, je kijkt weer wat leuk. We gaan vandaag aan de gang met spelling. En je ziet al, ik heb iets in mijn hand en de oudplaat staat op het bord. Deze les gaat namelijk over de oudplaat. Het is handig als je in je regelboekje even de oudplaat opzoekt. Want dan kun je namelijk ook even met mij meekijken. Want we kennen natuurlijk de oudplaat en de oude rep en alle woordjes die erbij horen. Vandaag komen er wat nieuwe woordjes bij. Er zijn wat woorden die staan op de oudplaat. Maar er staan ook wat woorden die komen erbij met Atje Oud die niet op de eiplaat, of op de oudplaat staan. Pardon. Maar die er wel bij horen, dus die je eigenlijk goed moet onthouden dat ze ook met Atje Oud zijn. Goed, eerst even de woorden die ook op de plaat staan, maar die niet in de oudrep zitten. Goed, nou daar komt ie. Het eerste woord, astronaut, is dus met Atje Oud. Augustus, die zien we hier op de kalender. Ik ga eens even kijken, wie is die eigenlijk jarig in augustus? Ik kijk eens even hier op de planning en ik zie staan, Sen is jarig in augustus. Hé, hey, dat is dus jouw maand. Goed, we gaan naar de volgende. Automaat. En augustus die hangt op de automaat. Restaurant. Die zie ik hier. Schrijf ik met Atje Oud. Augurk. Die liggen daar lekker op het bord. Auto. De blauwe auto van Paul. Is allemaal met Atje Oud. Klautert. Hey, hier zien we natuurlijk de poes. En die klautert zo in de boom. En wenkbrauw. Die heb je allemaal. Iedereen heeft er twee. Namelijk hier boven je oog. Bij mij zit mijn bril een beetje in de weg. Maar hier zitten twee dingen. Dat heten je wenkbrauwen. En dat schrijf je ook met Atje Oud. Dan de woorden die je dus even goed in je gedachten moet houden. Dat ze met Atje Oud zijn. En die dus vanaf nu ook bij de oudplaat horen. Maar er niet op staan. Dat is het applaus. Als je heel hard gaat klappen als je iets goed vindt. De auteur. En auteur, dat is een ander woord voor schrijver. Een schrijver van een boek bijvoorbeeld. Benauwd. Benauwd is dat je niet zo goed kan ademhalen. Dan voel je je heel benauwd. De fauna, dat zijn flora en fauna, hoort het vaak bij. En flora zijn de planten en fauna zijn de dieren. Nauwelijks. Oh, ik kan er nauwelijks bij. Dat is bijna. Ik kan er net niet bij. Nauwelijks. En de pauze. Nou, dat weet je natuurlijk wel. Goed. Zeg ze nog even mee. Lees ze even mee. Hardop. Eerst even deze woorden van de oudplaat. Astronaut. Augustus. Automaat. Restaurant. Augurk. Auto. Klautert. Wenkbrauw. Goed zo. En nu deze woorden. Het applaus, de auteur, benauwd, de fauna, nauwelijks, de pauze. Goed. Deze woorden, die horen er dus bij. We gaan nu even wat oefenen met woorden met au. Je hebt dus nu je dictéschrift, je dierenschrift nodig en je pen. Je hoort zo meteen van mij een woord. In alle woorden die ik ga zeggen, daar zit au in. Maar jij moet dus bedenken, staat hij op de oudplaat? Of hoort hij er vanaf nu bij? Dan moet hij met Atje Oud. Staat hij niet op de eiplaat en hoort hij ook niet bij de extra woorden, dan is het met Otje Oud. Goed, nou, pak even je spullen erbij. Zet het filmpje even op stop. En als je zo weer bent, zet hem dan weer aan. Goed, het eerste woord wat we gaan opschrijven is het woordje zout. Op een ei, als je een ei eet, dan doe je vaak peper en zout op. Schrijf op, zout. Goed, jij schrijft hem op. Ik zet even het bord aan. Want dan kunnen we hem namelijk gelijk even nakijken. Ga ik nu te snel, zet het filmpje even stop. Zet hem weer aan als je klaar bent. Goed, we gaan nu nakijken het woordje zout. Hé, hey, staat zout op de oudplaat? Nee. Staat zout bij de extra woorden? Nee. Dus
potje au. Kijk gelijk of jij hem goed gedaan hebt. Zout. Hey, en het is ook gelijk een lange maakwoord. Want het is het hoort. Dus langer maken. Zoute of zoude. Dan is het zoute, dus t. Goed, we gaan naar het volgende woord. Ja, ik vind het wel echt heel erg lekker, dit woord. Dat is namelijk augurk. Zeg maar even hardop. Zo, denk even na. Augurk. Is dat die op de eiplaat of op de oudplaat? Volgens mij zit er wel een plaatje van. Zit hij bij de oudplaat woorden of bij de extra woorden? Ja, dan moet hij met hartje au. Nee, dan moet hij met otje au. Schrijf het woord op, zet het filmpje even stop en zet hem hier aan als je klaar bent. Goed, we gaan hem gelijk even nakijken. Ik schrijf hem gelijk op. Augurk. En au is met hartje au. En dat komt omdat hij, omdat het plaatje ook op de oudplaat staat. Augurk. Goed, we doen nog twee woorden en dan zijn we klaar. Het eerste woord, of het volgende woord, pardon, is mouw. De mouw van je jas. Goed, denk na. Mouw. Staat hij op de oudplaat? Staat hij bij de extra woorden? Of staat hij bij deze woorden? Mouw. Dan is het met atje au. Staat hij er niet bij? Dan is het met otje au. Zet het filmpje even stop. Schrijf het woordje op. En zet het dan weer aan. Goed zo. We gaan mouw gelijk even nakijken. Mouw. Hey, zet hij op de oudplaat? Nee. Staat hij hier bij deze extra woorden? Nee. Staat hij hier bij deze woorden? Nee. Dus otje au. Mouw. Met otje au. Goed, we gaan er nog één doen. En dat woord is automaat. Goed zo, zeg hem even hard op. Denk even na. Staat automaat op de oudplaat? Staat hij bij de extra woorden? Of bij deze woorden? Ja, dan schrijf je otje au. Is het nee? Dan schrijf je otje au. Schrijf hem op. Zet het filmpje weer aan als je hem opgeschreven hebt. Tot zo! Automaat, jongens. Als het goed is, als jij naar de oudplaat hebt gekeken, dan zie je hem inderdaad staan. En met deze woorden, daar zie je hem hier ook. Weet je nog? Waar de kalender van augustus hing. Daar stond ook automaat. Dus, adjou. Auto. Hey, hoe je auto moet schrijven, die staat natuurlijk ook op de oudplaat. Dus daar weet je het al een beetje aan. En maat. Ik hoor A, dus ik schrijf het ook. En het is een langer maakwoord. Ik hoor t, dus langer maken om te kijken of ik de of t moet schrijven. Is het automaten of automaten? Automaten, dus met t. Goed. Jij gaat nu in je weekplanning kijken wat je nu als volgende opdracht moet doen. Het heeft namelijk ook te maken met de oudplaat. Ja? Goed, we zien elkaar later weer. Doei!